Welkom terug. Ik gaf je al eerder aan dat Indra Hu, ze is kinderboekenschrijfster, jeugdboekenschrijfster. En ze heeft al een aantal werken en kinderboeken ook daaronder op haar naam staan. Is kort geleden uitgekomen met een nieuw boekje. En het gaat dus om een boekje dat voorlichting geeft op een hele eenvoudige manier aan kinderen, aan jongeren. We hebben een vooropgenomen interview met haar gedaan gisteren. Een uitgebreid interview en daar mag je nu naar gaan luisteren. Toen in maart wij in Suriname hoorden dat er iemand positief was, COVID-19 positief was. En we hoorden op één moment zoveel verschillende woorden die voor ons onbekend waren. En of helemaal dat mensen het weinig gebruikten. Nou, dacht ik van alle uitleg die wordt gegeven. Begrijpen de mensen wel wat het is? Begrijpt de bevolking wel wat het is? Een virus, verspreiding, overdragen, lockdown. Je kreeg plotseling social distancing. Begrijpen de mensen wel wat het is? Kijk, ik ben schrijver van kinderboeken. In 2012 heb ik een boek geschreven dat gaat over HIV-positief zijn. En AIDS is een verschil, hè, ook weer. En dus daar heb ik aan kinderen uitgelegd wat een virus is, wat HIV betekent, wat AIDS betekent. En toen dacht ik bij mezelf, wauw, iedereen was zo positief toen ik dat had gedaan. What about, dit is ook een virus. Is niet het HIV-virus, is het coronavirus. Maar het blijft een virus. Wat als ik mijn kinderen, en mijn page bedoel, ik heb mijn page. Ik dacht, ik ga gewoon lezen en lezen uit dat boekje. Een beetje meer, weet je wel, kijken wat het is en dat aan ze vertellen. Ik heb opgenomen, ja. Echt met dat boek opgenomen, maar ik heb het niet gepost. Waarom? Ondertussen wist ik dat dit over de hele, dat het een pandemie was, hè. Ondertussen wist ik het. Dus ik dacht, nee, dit ga ik niet zo aanpakken. Ik moet meer erover weten. Ik moet meer doen ermee. Mensen moeten echt begrijpen wat het is, want het eist zoveel levens. Het deed me iets. Ik heb in die tijd, dat was maart ergens, drie kwart maart, zoiets, toen in Spanje het zo hoog was, heb ik een app gekregen, een video, waarin een meneer vertelde dat er keuzes zou worden gemaakt. Boven de 65 gaan ze weghalen van de beademing. En of ze doodgaan of niet, dat heeft mij zo gegrepen. Ik heb echt gehuild met die meneer. En ik dacht, nee, dit wil ik niet voor Suriname. Het mag niet voor nergens, maar ik woon in Suriname. Ik ben Surinaamse. Ik wil dit niet voor mijn kinderen, de lezers. Je oma verliezen, je opa verliezen, moeder, vader verliezen, broer, zus verliezen. Nee, dat mag niet gebeuren. Wat moet wel gebeuren? Er moet informatie worden gegeven aan ons, aan de bevolking. En hoe? Vereenvoudigd uitleggen. Dat mensen, als ze het zien, oh, dat is het dus. Toen dacht ik, een boek, je moet gaan schrijven. Tekeningen moeten erbij komen. Je moet sponsoring hebben, want in maart, 5 maart, heb ik mijn nieuwste boek toen gepresenteerd op een van de scholen. De Nieuwe Christelijke School, het Hengelavontuur. Dus al mijn geld was daar. En ik ben een uitgever in eigen beheer. Dus ik spaar eerst en dan doe ik mijn dingen. Nou, ik dacht, hiervoor moet ik dan sponsoring zoeken. En ik ben heel eerlijk om te zeggen dat ik een niet ervan houden om sponsoring te zoeken, want het duurt veel te lang. Wat heb ik toen gedaan? Ik ben informatie gaan schrijven. Ik dacht, weet je wat, laat me toch wat doen. Ik ga gewoon informatie schrijven en dat posten. Ik keek ernaar en er kwam iets in me op. Hey, je hebt publisher. Kan ik daarin gaan werken? Ik heb gekeken, PowerPoint, ik zeg publisher, ik bedoel PowerPoint. Kan ik daarin gaan werken, PowerPoint? Misschien kan ik een paar tekeningen zo zetten. Ik had eens een presentatie gegeven met PowerPoint en ik heb daarin toen gewerkt. Maar ik was echt niet zo bekend ermee. Van het een kwam het ander. Ik heb alle tekst genomen, zo in PowerPoint slides gezet en toen keek ik, oké, wat is de animation? Wat moet ik doen? Alles zoeken en zo heb ik een eerste versie van een videoboek gedaan.
En dat ging echt alleen maar om de ziekte zelf. Ik had geen enkele maatregelen genomen. De ziekte zelf. Want iets wat ik steeds hoorde van mensen. Het moet niet te lang zijn, moet niet te lang zijn, moet niet te lang zijn. En ik had zoiets van, oké, laat me het niet te lang maken. Maar het moet duidelijk zijn. Het is iets dat mensen niet begrijpen. Ik heb dat gewoon gepost. En oh my god, die reacties die ik kreeg. Toen dacht ik, oké, dan wordt het tijd voor de maatregelen. Ben ik de maatregelen gaan doen. Tweede videoboek. Hoorde ik van mensen, maar Indra, maak het tot één en breng een boek uit of zo. Ik dacht, een boekje uitbrengen, ja leuk. Hardkop is altijd leuk, maar... Chin, je moet het geld hebben. Als je dat niet hebt, kan je niet. En dus dacht ik, ik doe beide samensmelten en doe, laat maar kijken wat er gebeurt. Ik heb alle informatie bijeen gedaan toen. Zowel de ziekte zelf als de maatregelen genomen door ons land. Wat updates erbij gedaan, dat was mij. En ik ben toen... Naar wikken en wegen, maar wel geluisterd naar de argumenten. Niet iedereen heeft Facebook, niet iedereen heeft YouTube of internet of stroom of whatever. Maar een boek kun je altijd. Ik ben op zoek gegaan naar donaties. Alle reacties waren no. In verband met corona, et cetera. Ik dacht, oké, ik ga het wel doen, maar het gaat dan duur zijn als ik het moet doen. Want één boek druk, 32 bladzijden, heeft dit met omslag 36, full color. Geloof me, iedereen weet wat het moet kosten. Nou, wat heb ik gedaan? Toch geweest. Bedrijven die nee hebben gezegd. Op een dag kreeg ik een telefoontje van EBS. En ik had zoiets van, oké, die mevrouw gaat me zeggen nee. Ik was al, is niet erg hoor. En ze zegt, nee mevrouw, wacht u even. Ik ben vergeten om u te zeggen, het is positief. En ik was, jee, positief bedoel ik, ja, jullie krijgen wel een hulp van ons, een bijdrage van ons. Ik was heel blij. Dat was mijn eerste. Toen heeft VCB ook gereageerd. Van, we gaan u ondersteunen. En toen heb ik gedacht, weet je wat, het is echt niet voldoende wat ik nodig heb. Laat me toch nog één sturen. Heb ik gestuurd naar Community Fund van Assyria. En ik moet zeggen, er is één bedrijf. Een bedrijf die mij altijd helpt. En dat is Assyria. Ik ben ze heel dankbaar. Want ik hoef geen lange verhalen te doen. Ze weten, ik ben pragmatisch. Als het nodig is, ga je aangeven wat ik ga gebruiken. Precies wat ik ga nemen. Ik betaal mezelf nooit. Dat moet ik echt eerlijk erbij zeggen. Want... ik wil het doen voor de gemeenschap. Ik wil het doen voor onze kinderen. En dit is zo belangrijk dat het me niet uitmaakt. Het moet gewoon naar de gemeenschap toe. Zo belangrijk is het. Want ik denk niet dat onze kinderen oma en opa willen verliezen. Ik denk niet dat wij verdriet willen hebben. Dus wat heb ik toen gedaan? Assyria geschreven. Assyria zei, ja mevrouw, we gaan u helpen. Nou, daar heb ik 3 gehad en daar heb ik nog 3 vrienden. Mijn man is dermatoloog, dus ik heb heel lief naar hem gekeken. Wil je me alsjeblieft ook helpen, want die helpt me altijd. En hij zei, oké, ik ga je ook helpen. Dus zo heb ik het rond. Ik heb het niet helemaal rond gehad. Ik heb mijn eigen spaarcenten ook erbij gedaan. Maar I don't care. Het moet gewoon gebeuren. Het moest gebeuren. En toen heb ik de tekenaar gevraagd. Nou, het is een traject natuurlijk. Schrijven, corrigeren, editen, alles. De tekenaar. Kreeg ik dit van de tekenaar. En ik was like zo ontzettend blij toen ik dit zag. Het is toch super, precies wat ik wilde. Dit had ik gedaan ook met de videoboeken, met beelden genomen van het internet. Ja, die zijn allemaal vrij, dus free factor dingetjes. Maar in mijn boek wilde ik geen free factor. In mijn boek wilde ik hebben copyright things. Dit is van mij. Mensen die mijn boeken kennen, de vorige boeken, dit is ondertussen mijn 25ste werk. Niet mijn 25ste boek, 25ste werk nu. Dit is van, bijvoorbeeld van elk pontje door het mondje. Je ze herkennen bijvoorbeeld tekeningen. Dit is elk pontje door het mondje, dat zie je hier. Dit is bijvoorbeeld van Elton's Wonderbaarlijke Kerst. Dus het zijn allemaal tekeningen genomen van mijn voorgaande boek. Ik zei aan de tekenaar, dan hoef je niet zo hard te werken. Neem die tekeningen en de kinderen herkennen het dan ook. En zo heb ik toen dit boek gemaakt. En dat is een heel lang verhaal. Hoe vindt de distributie plaats? Hoe bereikt u de doelgroep? Want het is toch wel... Ja, precies. Dus wat is het op dit moment? Heb ik het, je ziet het, het is gewoon bij mij. De mensen mogen mij bellen, appen, via social media of het gaat mond tot mond. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen en dan spreek ik met ze af en ze komen het dan hier halen. De bedoeling is dat ik een gedeelte, want ik heb nog niet alle boeken gehad. Ik heb echt heel weinig boeken gehad en die waren al besteld. Dus de bedoeling is dat de boeken die ik nu ga krijgen, die gaan naar de sociale instellingen. Er zijn enkele sociale instellingen, want dat is eigenlijk wat ik wilde. Voor mij, hè,
van mijn part kon het gratis weg naar de gemeenschap. Maar dan moet je ook die sponsoring krijgen. En ik moet zeggen, de reacties van de mensen. Ik was like, ik ben al 18 jaar schrijver. Ik had een van de boeken, Kakak de Kakkerlak. Die reacties waren precies zo. Dus lang geleden, het was 2019, had ik dat verhaal geschreven. En die reacties van die mensen, wauw, overweldigend. En nu zie ik het weer en ik denk, wow, is dat Kakak 2? Dus nee, maar de mensen wat je dan krijgt is, terwijl ik zo bezig was met signeren, want één persoon wilde signeren, iedereen wilde dat gesigneerd was. Ik was bezig, kreeg een app, hè, 12 uur in de avond. En wat zei die app? Mevrouw Hu, mijn dochter wil niets horen van COVID-19. Ik wil heel graag een boek, maar ik weet niet hoe ik het aan haar moet vertellen. Want weet u waarom? Ze is boos op COVID-19. Ze is zo kwaad dat ze zo verdrietig wordt ervan, dat ze nergens kan gaan. Ze kan niet naar school, niet naar de oma. Ze mag niet met mij ergens naartoe, 7-jarig kind. Ik zei, weet u wat mevrouw, toen ik het las, ik kreeg kippenvel. Ik dacht, jeetje, kijk wat COVID heeft gedaan met ons. Kijk naar onze kinderen. En toen heb ik er geschreven, weet u mevrouw, deze plaatjes hierin, neemt u het, praat u met dat kind. Het gaat er goed doen. Ze gaat het begrijpen. Ouders die me zeggen, dankjewel, want nu ziet mijn kind dat het staat. Eentje die me schrijft, mijn kind wil steeds handen wassen. Een ander die me zegt, mama, je mag me niet aanraken. I tell you, en daar gaat het bij mij om. Anderen die schrijven is niet alleen voor jeugdigen. Je zegt altijd jeugdigen en kinderen, maar dit is ook voor volwassenen. En ik zeg, eigenlijk weet je dan niet wat ik heb gedacht, hè? Wie gaat voor die kleintjes lezen? Een volwassene. Dus je hebt 2 vliegen in 1 klap, 100 vliegen in 1 klap. Dus dat is de bedoeling. En hoeveel boeken gaat het tot slot? Ik wil zoveel mogelijk boeken doen. Voor nu heb ik 2000 gedaan. En ik hoop dat er, als er mensen zijn of sponsoren zijn die dit boek zien en of horen erover en zien, hey, het is echt zo wat ze zegt, wij willen er heel graag helpen, dat ik meer boeken kan maken. Want ik heb de sponsoring echt niet rond, maar ik heb het gedaan met wat ik had en wat ik dan zelf erbij heb gedaan. Ik vind het trouwens, in deze moeilijke tijd waar een heleboel mensen toch voorzichtig zijn, vindt er een officiële boekpresentatie nog plaats? Dus eigenlijk ben ik nu even aan het kijken, zal ik dat doen? Zeer waarschijnlijk met EBS wel, want ik wil ze overhandigen. Ik ga naar de ziekenhuizen ook. Ik ga ze overhandigen. Dus dat is voor mij officieel. U hoorde een gesprek met Indra Hu, kinderboekenschrijfster, jeugdboekenschrijfster. Zij heeft het initiatief genomen om een boekje in elkaar te zetten voor kinderen. Op een eenvoudige manier uitgelegd. Maar eigenlijk is het dus voor iedereen. En je kan dan op een hele eenvoudige manier de informatie over COVID-19 en corona daaruit halen.